Wat doet u om gezond te blijven? Lekker naar buiten. Dat is alles? Dat is alles. Gewoon goede frisse lucht inademen en lekker met de benen wagen. Nou, vogelen. En vogel op de foto zetten. En veel bewegen, lekker buiten zijn. Ook al regent het of sneeuwt het, gewoon lekker naar buiten. U gaat... Ook nog, ja. U gaat altijd vogeltjes fotograferen, nooit andere dieren? Ik heb toevallig net een koe op de foto gezet ook, in de uiterwaarde. Maar vogeltjes vind ik wel het leukste, ja. Voorkeur voor een bepaald soort vogel? Ik vind de merel heel erg leuk, maar die is ook makkelijk op de foto te krijgen. Ja, de zeearend, als je naar de Oostvaardersplas gaat bijvoorbeeld, dan heb je wat meer roofvogels. Maar die zijn gewoon heel lastig om op de foto te krijgen. Dus ja, eigenlijk alle vogels. Dat vind ik leuk. Wandelen. En naast wandelen nog iets? Proberen gezond te eten. Veel groente, fruit. Op de fiets naar mijn werk. Nou, sporten. Dat soort dingen. Gezond eten en lekker buiten zijn en af en toe je rust pakken. Dat is eigenlijk het enige. Hoe pakt u rust? Nou, lekker fotograferen, lekker de natuur in. En niet altijd met je werk bezig zijn. Dus ja. Redelijk gezond eten, niet roken en af en toe sporten. En gewoon lekker werken. Wat voor werk doet u? Ik ben technisch werk doe ik dus met de handen. Dus veel in beweging. Meer kan ik er niet over zeggen, toch? Heel veel wandelen en op 1,5 meter blijven. Doet u nog andere dingen? Fietsen, elke dag fietsen met onze honden. En heel veel de natuur in. Hetzelfde als mijn vrouw. Fietsen, wandelen, gezond eten. En doen jullie dat samen? Ja, als het even kan wel. Het smeert de relatie? Heel goed voor de relatie. Een beetje afstand houden, mondkapje dragen en een beetje chillen. Niet te veel... Gekke dingen doen natuurlijk. Niet zo heel erg veel, denk ik. Een beetje gezond eten en af en toe wandelen. En 1 keer in de week fitness ook nog, ja. Maar dat is nu dicht. U bent van nature dus een gezond mens? Nou, ik denk het. Ik ben nooit ziek, dus ik denk het wel, ja. Een beetje wandelen, een beetje fietsen. Ook nog bijzonder eten? En een beetje redelijk goed eten, ja. Nog andere dingen? Nee, ik dacht het niet. U bent van nature gezond? Dacht ik het wel. Wandel veel. Wij wandelen. En ik heb een hond en met de hond ga ik tenminste 3 keer per dag wandelen. En, ja, dat doe ik. Om gezond te blijven doe ik veel actieve dingen. Zoals fietsen, wandelen. Maar vooral tijd met vriendinnen en familie. Buiten huis. Gezond voor het hart ook? Ja, zeker. Het is belangrijk dat wij zijn bezig met onze lichaam, maar ook met onze gevoelens, met vriendschap, met liefde. Ja. En ook af en toe hobby's hebben doen, dat is ook belangrijk. Ik vind leuk wandelen met de vriendin. En ook goed eten. En goed slapen. Ja. Nou, wij sporten hier elke zaterdag. En wat doe je nog meer? Op maandag train ik ook met deze Pallas. En op woensdag is er ook een training. Dus vooral veel sporten? Ja. En dat kan doorgaan omdat het buiten is, of niet? Ja, dat is waar. Lekker in de natuur. Nou, meestal ga ik dan rondje fietsen of even een rondje wandelen buiten. En meestal gezond eten 's avonds. Dat, niet te veel snoep en alles dingen. Nou, een beetje wandelen als het even kan. Als het mooi weer is. Hardlopen. En de sportzalen zitten dicht, dus ik moet meer naar buiten. Dat was het. Iedere dag wandelen. En dan zeker 1,5 uur. En... Ja, vind ik goed voor lichaam en geest. Je spoelt je hoofd leeg. En wat doe ik nog meer? Ja, gezond eten. Plezier hebben in mijn leven vind ik ook heel belangrijk. Piano spelen, muziek maken. Ja, oud worden is niet leuk, maar je moet het leuk maken. Dat doe ik dus.